Hey, hier zijn we weer. Vandaag heb ik Nienke Gottebos te gast, darmflora-therapeute, voedingsdeskundige, oprichtster van De Groene Vrouw en auteur van onder andere de bestsellerreeks De Poepdokter. Nienke is gespecialiseerd in voeding en darmflora en gepassioneerd door de wondere wereld van onze darmen, ook wel onze tweede hersenen genoemd. Een ongelooflijk boeiend netwerk van duizenden neuronen die boodschappen doorgeven naar ons brein en andere plaatsen in ons lichaam. Ze zijn onder andere mede verantwoordelijk voor de aanmaak van onze gelukshormonen, zoals serotonine, en ook de thuis van onze darmbacteriën. We willen graag te weten komen hoe je je darmbacteriën gezond en blij kan houden voor een sterk immuunsysteem, meer energie en een gezond gewicht. Heb je misschien wel eens last van constipatie, prikkelbare darmen of andere darmklachten en ben je benieuwd hoe je spijsvertering kan verbeteren? Dan ben je bij deze aflevering met Nienke Gottebos aan het juiste adres. Welkom, Nienke. Dankjewel, dankjewel. Allereerst heel erg bedankt dat je hier voor de tijd wil maken, want darmgezondheid is ook zo'n onderwerp waar we zoveel vragen naar krijgen. Dus ik denk dat heel veel luisteraars nu aan de buis of aan de computer gaan echt klaarzitten om alle informatie te ontvangen. Want er is heel veel, denk ik, waar we het vandaag over zullen hebben. Maar misschien beginnen we gewoon bij je boek. Alleen al de titel. Dat is voor jullie, voor jullie in België iets anders dan voor ons Nederland. Inderdaad. Ja, als het gaat over poep of het werkwoord, inderdaad. Ja, precies, maar ja. De titel is eigenlijk De Poepdokter, gezond van mond tot kont. Ja. Een titel die echt spreekt. Je bent expert op vlak van darmgezondheid, spijsvertering. Hoe komt het, denk je, dat er tegenwoordig zoveel mensen zijn die last hebben van hun darmen of hun vertering? Heeft dat vooral te maken met onze levensstijl tegenwoordig? Of denk je ook wel dat het via ons DNA, via onze voorouders, kan zijn dat we geboren worden met een bepaalde aangeboren gevoeligheid op vlak van darmgezondheid? Ja, het is eigenlijk en-en. Dus zowel je ziet dat er genetische gevoeligheid kan ontstaan, bijvoorbeeld als er in een familie, zeker als dat van zowel van beide kanten zeg maar is, dat er bijvoorbeeld eczeem, allergieën, dat soort dingen voorkomen, ja, dan ben je genetisch gezien daar wat gevoeliger voor. Plus we geven de darmgezondheid, de darmflora, door van moeder op kind. Ja, dus tijdens de geboorte, eigenlijk nog daarvoor al in de baarmoeder, maar vooral tijdens de geboorte en ook zeker met het geven van borstvoeding, daar worden heel veel bacteriën meegegeven van de moeder op de baby. En ook in de eerste 2 jaar met de verzorging. Dus het is zeker niet dat de partner zeg maar buitenspel staat. Die speelt ook een belangrijke rol met verzorging. Maar ook met dat het kindje gaat kruipen, handjes in de mond, alles in de mond gaat stoppen. Daar komen heel veel bacteriën zeg maar binnen. En niet alleen bacteriën, maar ook andere micro-organismen zoals virussen, schimmels enzovoort. En ja, dat wordt samen het microbioom van het kind. Maar als je kijkt naar hoe wij tegenwoordig leven, toch heel, en zeker de afgelopen 2 jaar, hè, alles werd zo super hygiënisch schoongehouden om een virus buiten de deur te houden. Maar daarmee hebben we ook heel veel bacteriën buiten de deur gehouden. Die eerste 2 jaar zijn super belangrijk. We weten dat kindjes die op een boerderij opgroeien, dat die minder kans hebben om op allergieën en eczeem en astma, omdat ze meer in contact komen met de bacteriën van de dieren en van de aarde. En dat het immuunsysteem dus beter getraind wordt. Maar ook als je kijkt, ja, ik ben zelf van 1982, dus periodes met heel veel antibiotica gebruik was toen nog heel, nu gaat het gelukkig iets beter, maar toen was dat nog heel ongebreideld. En voor alles werd antibiotica voorgeschreven. Mijn moeder was van de jaren 50, 60, dus veel jam, witbrood, siroop. Mijn oma die had de hongerwinter nog meegemaakt. En dan zie je eigenlijk dat zo van generatie op generatie die darmflora steeds slechter is geworden vanaf ongeveer de industriële revolutie. Dus met van bewerkt voedsel. De afgelopen periode heeft daar niet op een positieve manier aan bijgedragen. En ik ben ook zelf eigenlijk wel heel benieuwd, want nu hoor je al heel veel mensen die zeggen, nou oké, we mogen nu alles weer. Ik ben eerst 3 weken ziek geweest van gewoon de verkoudheid. En hè, omdat je als volwassene moet je ook je immuunsysteem nog steeds trainen met de buitenwereld. Ja. Maar bij kindjes, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of we dan gaan zien dat er bij kinderen over in de komende jaren een stijging gaat zijn van bijvoorbeeld astma, eczeem. Omdat dat denk ik wel te verwachten is eigenlijk als we nu zo
En het is ook echt wel voor een kindje heel gezond om gewoon... En wij denken aan bacteriën, oh, daar word je ziek van. Maar de meeste zijn neutraal of juist zelfs goed voor ons. Ja. En als je kijkt naar, zelfs als het niet corona is, dan houden we eigenlijk onze huizen nog steeds schoon. Alles wat zeep bevat, dat maakt alle bacteriën dood, ook de goede. Ja, ja. Dus eigenlijk buiten spelen, in de aarde vroeten, dat is eigenlijk heel goed om onze darmflora op een gebalanceerde manier te ontwikkelen. Ja, lekker smerig worden. Ik zeg altijd, grote mensen moeten ook buiten spelen. Dus als je bijvoorbeeld in het bos gaat wandelen of in natuurwater gaat zwemmen of... als je een moestuin hebt, dat is natuurlijk helemaal ideaal, want dan zit je echt met je handen in de grond en dan heb je lichaamsbeweging, je hebt de zon en je hebt ook nog groente gratis aan het einde daarvan, dus dat is natuurlijk ideaal. Iedereen in de moestuin. Ja, zeker, dat zou helemaal mooi zijn. Ik heb zelf ook geen moestuin, maar, maar wel in ieder geval zorgen dat je in contact bent met buiten, met de natuur. Ja. Dus als ik het goed begrijp, gaat het enerzijds over inderdaad een aangeboren gevoeligheid, maar toch ook heel sterk over levensstijl. Hoeveel geraffineerde suikers, geraffineerde granen dat je voeding bevat, want die verzwakken je darmflora, of gaat het meer over dat ze bepaalde slechtere darmbacteriën, dat ze er eigenlijk voor zorgen dat die meer de bovenhand krijgen, zoals candida of andere, wat eigenlijk een schimmel is, maar... Precies, ja, dat laatste inderdaad. Dus, want heel veel mensen denken aan genetisch. Maar onze genetica bepaalt eigenlijk maar een heel klein gedeelte van wat er uiteindelijk tot uitdrukking komt. Ja. Dus een veel groter gedeelte wordt bepaald door je voeding en je omgeving. Die gaan bepalen welke van die snippets van je DNA zeg maar aan- en uitgezet worden. Ja. Dus jij kunt best in een familie geboren worden waarin heel veel astma, eczeem voorkomt en dat soort dingen. En toch daar zelf niet last van hebben als jij maar een goede gezonde omgeving en een goede voeding hebt. En stress en dat soort dingen. Alleen je zult er misschien altijd wat meer op moeten letten dan mensen die dat niet hebben. En inderdaad, dat doe je onder andere voor een heel groot gedeelte door je voeding. Dat voeding echt wel een van de belangrijkste pijlers is daaronder, samen met je stressmanagement, zeg maar. Dus inderdaad, natuurlijk moet het in principe kunnen dat je wel eens een keer iets eet met wat suiker erin. Ja. Het is een hele sterke soort. Maar het is wel zo dat, precies wat jij zegt, dat wat je te eten geeft groeit. En bepaalde soorten, zoals zo'n candida gist, die kan onder invloed van te veel suiker uitgroeien tot een schimmel. En dat is een soort waar je last van kunt krijgen. Mm-hmm. Terwijl die candida normaal ook heel goed in die darmen kan leven, zolang jij maar voldoende van de goede bacteriën zeg maar, hebt om dat een beetje in balans te houden. Ja. Je moet je voeden met dingen als zoete aardappel, pompoen, pastinaak. Dus echt onbewerkt eten, bonen, haver. En dus echt ouderwets onbewerkt voedsel. Ja. Groenten en knollen naar volonté. Zeker, ja. En eigenlijk ook een beetje met het seizoen eten. Dat is, want we hebben vooral heel veel groenten nodig. Dat is echt wel iets wat we ook veel te weinig doen. Ja, onze voorouders die aten 120 gram vezels op een dag ongeveer. Nou, onze aanbevolen dagelijks hoeveelheid. Ik weet niet hoe het in België is, maar in Nederland is dat 30 tot 40 gram. En we halen vaak maar 15 tot 20 gram. En dat is zo'n groot verschil. Weet je, je hebt echt wel... ik weet niet wat ze bij jullie adviseren. Bij ons is dat dan 250 gram groente op een dag. Dat is echt te karig. Weet je hebt echt meer nodig. Mag zeker wel 400, 500 gram zijn. Betekent ook dat je dat vaak niet redt door alleen bij het avondeten groente te eten. Dan moet je al overhevelen een stukje naar de lunch. Ja. Wij doen heel veel ontlastingonderzoek. En we zien heel veel mensen met te weinig bacteriën. En dat is eigenlijk heel gek, want als er één ding is waar bacteriën gewoon heel erg goed in zijn, dan is het vermenigvuldigen. Ja. Dus als je dat niet doet, als je te weinig bacteriën hebt, dan komt het bijna altijd omdat je ze niet goed genoeg te eten hebt gegeven. Okay. Ik zeg altijd, je voedt je darmen met de plantaardige wereld, dus met inderdaad vooral heel veel groentes en bonen en zaden en noten en dat soort dingen. Ja. En je voedt eigenlijk je brein met meer de dierlijke kant van het verhaal, dus meer de bottenbouillon, runderleef. Vette vis, Vette vis, absoluut. En wat gebeurt er precies als je je darmen dus niet voldoende die juiste voeding geeft? Dan is het dan zo dat de goede darmbacteriën gewoon niet de kans hebben om voldoende te groeien, waardoor dat de slechte dan meer de overhand krijgen? Of? Ja, je moet het eigenlijk voor je zien alsof je gaat naar een festival en als je als eerste komt, er staan er nog maar 3 tentjes, dan kun je overal gaan staan waar je wil. Maar als het al helemaal vol staat, je kan niet je tentje bovenop die van iemand anders zetten. En zo is dat eigenlijk ook met die bacteriën. De bedoeling is nooit geweest dat wij alle slechte bacteriën en ziekteverwekkers altijd maar buiten ons houden. De bedoeling is dat
als ze binnenkomen, dat ons eigen afweersysteem en onze eigen darmflora dat gewoon kan afweren. Ja. En dus dat je er niet ziek van wordt. Ja. Hoe meer goede bacteriën daar met hun tentjes in jouw buik staan, zeg maar, hoe minder kans er is voor een eventuele ziekteverwekker of een parasiet. Ja. Om zijn tentje daarop te slaan. En inderdaad, als je te weinig groente eet, ja, ik zei al, dan krijg je echt minder bacteriën. Je moet, als je je goudvis een week geen eten geeft, dan ligt die ook ondersteboven in de kom. Ja. En dat is met die bacteriën ook. Je moet ze te eten blijven geven. En ja. Als je veel te weinig van dat soort voedingsmiddelen eet, of je eet, hè, veel mensen zeggen ook van ja, dan eet ik wel eens een bord bruine bonen en dan ontplof ik bijna. Ja. Ja, omdat je niet gewend bent en jouw je hebt te weinig dan bacteriën die jou kunnen helpen met de vertering daarvan. Ja, dus het is het best. Ja, om dat rustig aan op te bouwen, ja. En maar wel regelmatig te eten. Want je gaat ook niet voor de eerste keer naar de sportschool om gelijk 100 kilo te liften, weet je? Nee. Dat zou heel goed. Maar dat proberen we dan met dit wel. Oh, ik ga gezonder eten. Nou, dan ga ik allemaal bonen eten. Oh, dan krijg ik last van mijn buik. Ja. Het truc is om rustig aan op te bouwen, maar heel veel variatie erin te brengen en heel regelmatig te wisselen met wat je eet. Ja. Ja. En hoe komt het, denk je, dat bijvoorbeeld peulvruchten zoals bonen, kikkererwten, maar ook zelfs, denk ik, bepaalde groenten zoals bloemkool, broccoli, meer de koolsoorten, dat die voor sommige mensen zoveel lucht kunnen zorgen in de darmen? Omdat er is ook heel veel te doen rond FODMAP. Alle voedingsgroepen die voor sommige mensen voor die lucht in de darmen enzovoort kunnen zorgen. Heeft dat er dan mee te maken dat de juiste bacteriën om die goed te verteren onvoldoende aanwezig zijn? Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste probleem onder dat opgeblazen gevoel. Het zijn eigenlijk twee dingen, namelijk of je verteert het niet goed. Dus je vertering bestaat uit, je moet eten kauwen. Ja. Het maagzuur moet er maar aan de slag. Dan moet de gal uit de lever erbij komen. En dan moeten de enzymen uit de afvalklier erbij komen. Ja. Als dat in een van die stappen al niet goed loopt, dan wordt die voeding niet goed voorverteerd. Kun je dat ook niet goed opnemen. En dan komt er eigenlijk half verteerde voeding aan bij de dikke darm, waar de darmflora zit. Ja. Nou, zeker als daar veel van dat soort soorten zijn, zoals bijvoorbeeld zo'n candida, dan gaan die daarmee aan de slag. Die vinden dat heerlijk, maar die gaan dan heel luidruchtig een feestje vieren, zeg maar. Ja. En wat je eigenlijk wil, is dat je, dus de goede bacteriën, die leven namelijk ook van dit soort groentes. Dus ik ben helemaal niet een voorstander van het FODMAP-dieet. Want wat je eigenlijk doet, is een pleister plakken. Je bent symptomen aan het bestrijden. Ja. En eigenlijk is de bedoeling dat die darmflora weer terug in balans komt. Dat je langzamerhand dus weer wat van dat soort producten kunt gaan eten. Ja. Zodat je juist de goede bacteriën te eten geeft. Want kijk, in de FODMAP's, daar zitten ook gewone suiker in en alcohol. Ja, dat is niet per se iets wat je mist. Maar als je ook de pompoen, de ui, de knoflook, de prei, de zoete aardappel, dat soort dingen gaat vermijden omdat je er last van krijgt, dan hebben je goede bacteriën ook niks meer te eten. En maak je eigenlijk het hele probleem alleen maar erger. Ja. En dat merk je ook vaak, dat het FODMAP-dieet is bedoeld voor mensen om dat een paar dagen te doen, om te kijken waar ze wel niet tegen kunnen. Mm-hmm. In de praktijk zie je dat mensen dat jarenlang gaan doen. En bij iedere keer dat ze weer iets eten, krijgen ze toch weer last. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. En je bent pas genezen, zeg maar, als je bijna alles weer kunt eten. Tenzij je echt een allergie hebt voor iets. Ja. Klinkt heel herkenbaar, want in het verleden had ik ook vaak last van, zelfs van gewoon ui. En dan begin je alles te schrappen, maar je komt gewoon op een punt dat er te weinig overschiet ook. En dat je ook beseft van, ik wil de oorzaak aanpakken in plaats van te veel te schrappen. Dat was bij mij dan omwille van candida, dus een candida-dieet, zeg maar, gevolgd. Maar het is inderdaad kwestie van, als je gevoelige darmen hebt en vaak een opgeblazen gevoel hebt in je buik of te veel lucht in je buik, om de hoeveelheid vezels, denk ik, uit groenten, uit peulvruchten, om dat heel rustig aan op te bouwen. En je darmen weer, die goede darmbacteriën weer te laten versterken en wennen. Ik heb bijvoorbeeld ook hetzelfde met gefermenteerde groenten, zoals zuurkool, kimchi, dat ik daar ook durf redelijk gevoelig op te reageren. Ik veronderstel dat dat allemaal een beetje hetzelfde verhaal is, van die darmbacteriën die daarvoor nodig zijn. Bij gefermenteerde groenten ligt het iets anders, omdat daar zit vaak heel veel histamine in. En histamine is een afbraakproduct van eiwitten. Ja. Op zich normaal is, hè? Dat maken we zelf aan, het is ook gezond, maar het is wel, als je er te veel van hebt en je kunt het niet afbreken, dan krijg je klachten. Bijvoorbeeld mensen met hooikoorts krijgen dan tranende ogen, jeuk. Ja. In je darmen kun je opgeblazen gevoel, pijn en dunne ontlasting bijvoorbeeld krijgen. Oké. Ook weer hetzelfde verhaal. Eigenlijk zou je dat gewoon moeten kunnen verteren.
En wat histamine uit de voeding, het is geen slechte stof. Het zit ook in hele gezonde voedingsmiddelen, zoals in vis en zo. Alleen hoe ouder, hoe meer. Dus in oude kaas zit meer dan in jonge kaas bijvoorbeeld. En eigenlijk zou je dat gewoon moeten kunnen eten. Alleen als jij een darmflora hebt die niet in balans is, die al zelf heel veel histamine aanmaakt, dan is dat beetje wat je eet, is dan te veel. En dan ga je daar last van krijgen. En dan is dus ook weer, het uiteindelijke doel is niet om die voedingsmiddelen voor altijd te vermijden, maar om dus inderdaad je darmflora weer in balans te brengen, je spijsvertering weer op orde te brengen. Ja. Zodat je die dingen weer kunt gaan eten. Okay. Je ziet het ook hetzelfde bij mensen die bijvoorbeeld vegan gaan eten, of de andersom, het carnivore dieet bijvoorbeeld. Mensen die vegan gaan eten en zeggen ik voel me veel beter, die kunnen vaak hun eiwitten niet goed verteren. Ja. Om dan dat vlees te vermijden, gaan ze zich even beter voelen, maar uiteindelijk gaan ze tekorten oplopen. Ja. En de carnivore dieet, die hebben juist dat ze de koolhydraten niet en de vezels niet goed kunnen verteren. En die gaan zich dan ook even beter voelen. Maar uiteindelijk kan dat nooit de bedoeling zijn dat je iets helemaal moet schrappen voor je gezondheid. Nee. En om het heel praktisch te houden, stel iemand heeft gevoelige vertering, dat kan constipatie zijn, dat kan een opgeblazen gevoel zijn. Is er een soort stappenplan of verschillende stappen die je aanraadt van begin daarmee? Als het gaat over voeding, stress, beweging. Ik weet dat er heel veel factoren zijn, maar is er zoiets als een basis waarbij dat je start van advies voor mensen? Nou. Wij kijken altijd echt naar het verhaal van iemand. Dus we kijken altijd naar waar ben je nu en wat is voor jou haalbaar. Want voor sommige mensen is het een hele grote stap om van de pizza en de patat naar groenten te gaan. Ja. En een beetje te gaan bewegen. En voor sommige mensen zijn al veel verder en die moeten misschien veel meer gaan zitten op dat stressmanagement. Want ik zeg altijd, als jij 3 keer in de week bij de McDonald's eet, dan kan je wel bij mij heel duur onderzoek gaan doen, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar als je heel gezond eet, maar je zit wel 60 uur in de week achter je laptop, dan is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Dan heb je geen... Ik heb toevallig vandaag nog een Instagram-post over gemaakt je kunt niet herstellen in stress. Weet je, dus je hebt die rust nodig. Dus we proberen wel naar het hele plaatje te kijken. We hebben ook niet alles in huis. Dus soms dan zie ik dat er bijvoorbeeld trauma is bij iemand. En dan zeg ik wel van het is echt belangrijk dat je daar met je lichamelijk mee aan de slag gaat. Dus met de neurotransmitters, wat jij net zei, de serotonine bijvoorbeeld. En de darmen spelen daar ook een belangrijke rol in. Maar het is ook belangrijk dat je een psycholoog of een coach opzoekt die jou kan helpen daarmee. Het moet en-en. Ja. Maar het is wel allebei nodig. Dus weet je, waar je moet beginnen is eigenlijk altijd als eerste bij jezelf nagaan voor wat is voor mij haalbaar. Je kunt niet verwachten van jezelf dat je enorme stappen gaat maken en dat voor altijd vol gaat houden. Als je helemaal niet gewend bent bijvoorbeeld om glutenvrij te eten, wat voor iedereen nodig is, hè, maar stel dat het nodig is. Dan zijn er dagen dat je toch maar even een glutenvrij broodje koopt, ook al is dat niet zo super gezond, omdat je het gewoon anders, dat gaat niet. Dus heel langzamerhand ga je dan naar iets anders toewerken. Mm. En ik zeg altijd tegen mensen, geef jezelf tijd. En als je wil beginnen, begin dan bij het eruit gooien van de rotzooi van je dieet. Dus inderdaad de suiker, de alcohol, mag best een beetje koffie, maar niet 5 koppen op een dag of zo. Brood is niet voor iedereen slecht, maar toch voor heel veel mensen wel niet zo echt heel gezond. En het is wel een voedingsmiddel waar veel mensen last van krijgen. Ja. En de pakjes en de zakjes. Weet je, als het je al lukt om dat zeg maar langzamerhand om te gaan bouwen naar zoveel mogelijk onbewerkt voedsel, dan heb je al heel veel gewonnen. En ik denk dat je vaak met kleine stapjes, kleine handelingen, toch al dingen heel veel gezonder kunt maken. Bijvoorbeeld je gewone pasta vervangen door linzenpasta of erwtenpasta. Je hoeft niet elke dag 2 uur op de yogamat te gaan zitten mediteren, maar doe dan in ieder geval tussendoor een paar keer op de wc even een ademhalingsoefening van 2 minuutjes, weet je, dan win je eigenlijk al heel veel. Dus dat is waar ik meestal begin, gewoon het aandeel rotzooi wat naar beneden brengen en het aandeel gezonde dingen wat naar boven brengen en ook gezonde gewoontes aanleren. Dat hoeft eigenlijk niet zo heel veel te kosten. Ik denk dat als je jou volgt op Instagram, mij volgt op Instagram, dat al heel, weet je, dat je daar al heel veel goede tips kunt krijgen zonder dat het... Zeker en vast, Niet proberen om alles tegelijk te doen, maar gewoon denken van oké, dit kan ik inbouwen in mijn eigen routine. Ja, dat is een beetje, loopt eigenlijk heel vergelijkbaar met het advies dat ik ook geef van begin met die geraffineerde suikers, geraffineerde koolhydraten, alles van industriële voeding om dat af te bouwen en dan meer te gaan naar die pure natuurlijke voeding, los van het... Alle details om het gewoon eigenlijk het grotere plaatje een beetje te bekijken en
een beetje beweging, van lucht, licht, zonlicht. Ja. Ja, dat zijn dingen. Voor mij helpt het bijvoorbeeld heel erg om 's ochtends even 10 minuutjes te gaan wandelen. En ik woon ook vlakbij een zwemplas, dus ik duik er iedere ochtend nu even in. Het is heel koud, maar dat is wel lekker. Ja. Gewoon doe wat je voor jou haalbaar is. Als jij 5 kilometer van een zwemplas woont, dan ga je dat niet elke dag doen, denk ik. Maar dan kun je misschien zeggen, dan ga ik koud afdouchen, bijvoorbeeld. Ja. Of al, die, hè, al is het maar 10 minuutjes even in het ochtendlicht kijken en even... Ja. Of ik ga fietsen een keer naar mijn werk in plaats van... Weet je, dus ja. Het zijn hele kleine dingen die heel veel impact kunnen hebben. En ja, je kunt soms hulp krijgen van supplementen. Bijvoorbeeld omega-3 visolie is hele belangrijke. Magnesium is heel belangrijk. Een multivitamine. Maar die gaan niet het werk voor jou doen. Ja. Dus je moet echt wel toch als je... je moet bereid zijn om iets te gaan veranderen in je leven. En dat hoeft niet van vandaag op morgen, maar wel langzamerhand zo. Ja. En op een gegeven moment ook... Ja, je gaat dan een soort buffer opbouwen. Dus toen ik bijvoorbeeld corona had een paar maanden terug, ja, dan ben je heel moe. Weet je, dus dan, maar dan ga ik, wat voor mij dan een maaltijd was, is dat ik gewoon even wat biologische kip sneed in de pan met wat voorgesneden groenten. En dat was dan een maaltijd, weet je, een beetje kruiden erbij. Maar dat is net zo veel werk als een diepvriespizza in de oven schuiven, maar het is wel veel gezonder. Dus op een gegeven moment ga je langzamerhand. Ja. Ik denk dat het veel vaak gaat over gewenning, gewoontes, dat het inderdaad niet per se meer werk is om gezond en vers te koken, maar dat het meer gaat over wennen aan puur en natuurlijk koken in plaats van die klaargemaakte maaltijden altijd te nemen. Ja. En inderdaad, stap voor stap, niet te streng zijn voor jezelf, gewoon een beetje je weg daarin vinden en vooral ook, denk ik, doen wat voor jou werkt en niet te veel luisteren naar alle regeltjes en dogma's en goeroes. Ook al word ik soms zelf een goeroe genoemd, ik hou niet van die term. Ik denk dat we allemaal innerlijk het beste weten wat er voor ons werkt. Maar natuurlijk, ik denk dat de impact van geraffineerde suikers, geraffineerde voeding... wel heel groot kunnen zijn op onze darmgezondheid. En daar wordt er ook veel onderzoek naar gedaan. Las ik van wat eigenlijk de impact is van je darmbacteriën op je gewicht ook. Want mensen met obesitas bijvoorbeeld hebben een heel andere darmbacteriebalans dan slankere mensen. Ook al eten ze misschien of bewegen ze misschien gelijkaardig. Is dat iets waar jij ook mee bezig bent om dat op te volgen en te kijken van hoe kunnen we nu inspelen op eigenlijk het voeden van de juiste darmbacteriën om op een natuurlijke manier dat gewicht ook in een gezonde balans te krijgen? En we weten bijvoorbeeld dat mensen dat bepaalde bacteriën die kunnen ook invloed uitoefenen op het hongergevoel en het verzadigingsgevoel. Ja. En ook dat bijvoorbeeld zo'n candida, als die houdt heel erg van suiker, die kan dan de suiker uit jouw bloed halen, waardoor de bloedsuikerspiegel omlaag gaat en jij dus meer zin krijgt in suiker. Dus je darmflora beïnvloedt ook heel erg waar jij zin in hebt om dat te eten, zeg maar. Plus, we hadden het net al even over serotonine, dat wordt een geluksstofje genoemd, dus dat is een neurotransmitter. 90% daarvan wordt aangemaakt in je darmen door je eigen darmflora. En serotonine is eigenlijk de stof, het is niet zozeer echt een geluksstof, het is meer de stof die zegt, ik ben tevreden met wat ik nu heb en ik hoef niet op zoek naar iets anders. Dopamine is, je moet op zoek naar meer en sneller en beter. En serotonine gaat over, ik ben gewoon blij met wat er nu is. Ja. Nou, je moet je voorstellen, als je dat niet goed kunt aanmaken omdat jouw darmflora niet op orde is, dan ben je ook gewoon minder blij, minder tevreden, minder gelukkig. Ja. En is de kans dat jij bijvoorbeeld op zoek gaat naar iets van troostvoedsel of iets van koolhydraten, dat voelt dan even goed. Dus even heel kort, zeg maar, heeft dat een goed gevoel? Mm-hmm. Ja, die kans is gewoon veel groter. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je daar zelf... Dus het zijn dingen waarbij je wordt heel erg tegengewerkt. Als je al obesitas hebt, dan word je door je eigen lijf ook heel erg tegengewerkt. Mm-hmm. Maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid daarin. Dus die bacteriën kunnen niet kiezen wat zij gaan eten. Jij bent degene die kiest wat je in je mond stopt, uiteindelijk. Ja. Dat het soms dan lastiger kan zijn, maar dan zou ik zeggen, zoek daar hulp bij. Mm-hmm. Van iemand die jou langzamerhand kan leren wat je wel kunt eten. Wat ook... Ja. Ja, een prettig gevoel geeft, zeg maar waar je minder die slechte bacteriën mee voedt. Ja. Dus we zijn, het is, wat ik een beetje jammer vind, is dat je nu, daar wordt in de
in de wetenschappelijke wereld ook met heel veel interesse naar gekeken van welke bacteriën zijn dat dan die jou dik maken of welke maken jou juist slank. En dan willen ze dan natuurlijk in een pilletje stoppen en ja, voor heel veel geld verkopen. En, ja. en zo werkt het voor mij niet, weet je. A, kan je al niet zeggen van het is echt precies de een of de andere soort. Het is vaak een hele groep of ja, de ene neemt bepaalde taken waar voor de ander. Weet je, ik zeg altijd van als je een schildersbedrijf de Wit inhuurt om jouw huis te schilderen, maakt het mij niet uit of Jantje de Wit of Suzanne de Wit dat komt doen, als maar dat goed geschilderd wordt, weet je. En dat is met de bacteriën ook. Dus je kan eigenlijk niet zeggen van het is die. Ze hebben bepaalde eigenschappen. En daarnaast, die bacteriën komen binnen in jouw microbioom, in jouw systeem, wat heel anders is dan het systeem van de buurvrouw bijvoorbeeld. Mm. Dus het is echt niet gezegd dat als je dan zo'n probiotica zou slikken, bijvoorbeeld met slankmakende bacteriën, dat dat ook dan echt zo voor jou werkt. Plus je moet ze blijven voeden en onderhouden. En dat doe je toch met gezonde voeding. Dus uiteindelijk, er bestaat geen wonderpil, weet je. Het gaat altijd over je voeding, je leefstijl verbeteren. Ja. Op een manier die bij jou past. En ik bedoel, ik heb zelf ook geen maatje 36, dat hoeft ook helemaal niet. Mm. Maar ik weet wel dat ik me een heel stuk beter ben gaan voelen toen ik meer ging sporten, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is niet altijd leuk, maar ja, het moet uiteindelijk wel gebeuren. En dat je langzamerhand die voeding verbetert, die leefstijl verbetert. Ja, dat maakt heel veel uit. Niet alleen voor je gewicht, maar ook voor je energie. Want er zijn ook mensen die heel slank zijn, die zeggen, ja, ik kan alles eten. En dan proppen ze maar, en dan proppen ze maar. En dan blijven ze heel slank. Ja, maar die zijn niet gezond. Mm-hmm. Dus het gaat echt toch over, met welk gewicht je ook hebt, over hoe gezond ben je nou eigenlijk. Ja, daar sta ik inderdaad ook wel enorm achter. Een gezond gewicht voor jouw lichaamstype, voor jouw bouw, lichaamsbouw, dat je geboren bent. Niet per se dat Barbie-figuur willen nastreven, dat toch in onze maatschappij vaak naar voren wordt geschoven. Maar ook wel interessant om te horen dat het niet alleen gaat over de darmbacteriën en hoe dat ze eruit zien, maar dat het toch gewoon heel sterk gaat over gezond verstand. En ook wel, zeker op het begin, als je niet gewend bent van gezond of vers te koken, dat het een beetje discipline vraagt, een beetje karakter, om die eerste weken te overbruggen. En een keer dat je dan zoveel beter voelt, zoveel meer energie eruit haalt, ja, dan wil je gewoon niet meer terug, vind ik. Ook 80-20, hè? Het hoeft niet 100% gezond. Ik eet ook wel eens chocola, weet je. Het is echt wel, er zit echt wel iets in, alleen je moet soms wel eerlijk naar jezelf kijken van wat zit er nou eigenlijk in die 20%? Als je elke avond een rood wijntje wil drinken, dat kan, dan is je 20% al heel snel vol. Weet je, mensen zijn soms verbaasd als ik mayonaise bij mijn eten doe. Alleen, ja, weet je, ik eet voor de rest eigenlijk zo gezond dat die mayonaise kan ik wel hebben. Maar als jij verder overdag al een donut hebt gegeten en een brownie en een weet ik wat, ja, dan is misschien die mayonaise is dan net niet meer zo gezond, zeg maar. Ja. Wees wel eerlijk naar jezelf, van wat doe ik nou eigenlijk? Ja. Ja. En ik hoorde je daarnet ook iets zeggen over koffie, van met mate oké, maar best niet mee overdrijven. Ja. Wat is het effect van koffie op onze darmgezondheid, op onze vertering? Ja, nou, koffie is eigenlijk een laxeermiddel. En dan merken veel mensen ook, als het een kopje koffie, dan kunnen ze ineens naar de wc. Ja. Dus als je elke dag... Een laxeermiddel geeft eigenlijk een onnatuurlijke prikkel aan je darmen. En als je elke dag een onnatuurlijke prikkel geeft, dan gaan je darmen dat op een gegeven moment, die worden lui. Die hebben dan die prikkel ook echt nodig. Ja. En als je dan een keer geen koffie drinkt, ja, dan sla je vaak ook vast, weet je. En dan veel mensen zeggen ook, ja, vroeger kon ik wel gelijk naar de wc, maar nu moet ik toch 2 kopjes koffie. Of sommige mensen zelfs een kop koffie en een sigaret, weet je. Ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. En daarbij, koffie bevat wel heel veel antioxidanten, dus daarin is dat dan wel weer dat is een positieve kant van koffie. Maar het bevat ook cafeïne en cafeïne geeft ons stress in feite, zet ons stresssysteem aan. Ja. Ik denk dat als er één ding is wat de meeste mensen niet per se nodig hebben, is meer stress. Hè? Daar hebben we echt al wel genoeg van onszelf. Ja. Dus ja, dan zou ik, wel, ik drink zelf bijvoorbeeld 1 kopje decaf op een dag. Nou, en dan verder denk ik van die pasha, van die chicorij koffie en thee en water. En dat is eigenlijk prima, maar dat moet je wel afbouwen. Ja. Ik zie best veel mensen die gewoon heel erg onder spanning staan en dan ook heel veel energie kwijtraken en dan daaruit maar steeds meer koffie gaan drinken. Maar je moet je voorstellen dat de halfwaardetijd van cafeïne is 6 uur. Dus zeg maar de tijd die het duurt voordat de helft daarvan in je bloed zit. Maar dat betekent dat de kwartwaardetijd is 12 uur. Dus stel je voor, je drinkt om 12 uur 's middags een kop koffie, dan
is het om 12 uur 's avonds net alsof je dan nog een kwart kopje koffie zeg maar achterover slaat en dan gaat proberen te slapen. Ja. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik drink 's avonds koffie en dan val ik echt wel in slaap. Maar er is wel aangetoond dat dan de kwaliteit van je slaap gaat achteruit, dus je herstelt minder goed. Ja. Dus stel dat je om 8 uur 's avonds nog koffie drinkt, dan zit er zo'n 8 uur 's ochtends nog een kwart van die cafeïne in je bloed. En daar giet je dan alweer gelijk een nieuwe kop koffie. Dus het stapelt heel erg. Ja, ja, wat ik zeg, het is niet iets wat we kunnen gebruiken om meer stress te hebben in ons leven. Nee, verklaart ook wel waarom dat de kwaliteit van slaap vaak naar beneden gaat. En dat veel mensen zich nog moe voelen wanneer ze opstaan. Ook al denken ze van, ik heb goed geslapen. Ja. In combinatie met het blauwe licht van de beeldschermen 's avonds. Ja. Weet je, dus overdag is dat prima. Overdag is blauw licht juist heel gezond. Dus ik zou ook geen blauw lichtblokker overdag gebruiken. Maar wel 's avonds, want dan moet je je lichaam het signaal geven van, hey, het wordt nu donker, het wordt nacht. Ik ga meer melatonine produceren, minder cortisol juist. En met koffie zet je dat andersom, dus dat is niet handig. Nee. En bijvoorbeeld melatonine om goed te slapen of cortisol, het stresshormoon, worden die ook voor een groot deel bepaald door wat er zich in je darmen afspeelt? Van melatonine weet ik het niet zeker. Van cortisol weet ik eigenlijk, het is vooral andersom. Dus cortisol wordt gemaakt in je bijnieren. Dat is op zich niet afhankelijk van hoe goed je darmen zijn. Maar wat we wel weten is dat mensen die veel stress hebben, een minder goede darmflora hebben. Ja. Dus weet je, stress is niet zo erg als je daarna ook echt weer even rust kunt pakken. Mm. En cortisol mag best hoog zijn, hè, want dat is ook, je krijgt er ook energie van. Dus overdag, als je 's ochtends wakker wordt, dan mag er best een piek in zitten. Maar het moet wel echt weer kunnen afdalen naar een niveau waarop je goed kunt slapen. Ja, ja. Dat is wat nu voor heel veel mensen niet zo optimaal verloopt. Ja. En hoe komt het dat onze darmflora zwakker zijn door overmatig of chronische stress? Is dat, wat kan ik mij daarbij voorstellen? Wat gebeurt er precies in die darmen? Nou, wat er gebeurt is, kijk, stress is eigenlijk in essentie bedoeld als een overlevingsmechanisme. Dus je loopt door de jungle en ineens staat er een tijger voor je neus. Dat is stress. Dan moet het bloed en energie naar je hersenen en naar je spieren. Want je moet kunnen nadenken en je moet met dat beest kunnen vechten. Of tenminste, ik zou wegrennen, maar in ieder geval, je moet iets met je spieren doen. Ja. En dat is niet het moment dat er even lekker energie naar je spijsverteringsstelsel gaat. Dus iedere keer dat jij stress hebt, dan kom je in de stressstand terecht. En dan wordt er energie en voedingsstoffen weggeleid van jouw spijsverteringsstelsel. En het wordt eigenlijk ook bijna stilgelegd. Dus je gaat ook dan op dat moment niet, wordt er geen maagsap aangemaakt. Die darmbewegingen die gaan wel soort van door, maar daar gaat niet aandacht naar. Okay. En dat is, als dat dus heel even is, is het niet zo erg. Maar als dat continu is, en ook mensen die bijvoorbeeld hun lunch even snel naar binnen proppen achter hun laptop, weet je wel. Ja, dan sta je niet in de, wat ik noem, de spijsverteringsstand. Okay. Ja, dus de spijsverteringsstand is tegengesteld aan de stressstand. En stress is fight and flight. En de andere kant is eigenlijk rest and digest. Ja. Dus dat is echt omgekeerd evenredig aan elkaar. Je kunt niet je voeding verteren in stress en je kunt ook niet herstellen in stress. Het is echt heel belangrijk dat die rust er ook in zit. En dat is ook wat ik tegen mensen zeg van, goh, als jij een auto koopt, wat is dan belangrijker? Het gaspedaal of de rem? Ja, daar kunnen ze natuurlijk geen antwoord op geven, want je hebt dat echt allebei nodig. Maar er is in je leven en in je lijf is dat ook net zo. Ja. Oké, dat is heel boeiend om te horen, want ik ben zelf ook misschien wel mijn grootste. Allee, ik eet heel gezond, maar stress is toch nog altijd een uitdaging. Dus dat merk ik ook wel aan mijn darmwerking, wat het effect daarop is. En vaak vertraagt dat de dingen ook. Ja, je hebt mensen die juist diarree krijgen, dus doen dat krijgen als ze stress hebben. En ook mensen die juist dichtslaan en verstopping krijgen. Ja. Maar het is in beide gevallen is het gewoon niet zo goed. En je kunt echt wel leren om je lichaam meer te leren om in het nu te zijn en minder die stress te ervaren. Ja. Maar als er dan stress is, dat je ook wel vrij snel weer terug kunt naar een soort van rustpunt, zeg maar. Dat is denk ik het belangrijkste. Het is nooit de bedoeling dat we helemaal nooit meer stress hebben, maar wel dat we daarna gewoon weer vrij snel kunnen stabiliseren. En dan ga je dat ook terugzien in de rust die je in je darmen terugkrijgt. Ja. En dan is genoeg ruimte om weer te gaan verteren, zeg maar. Ja, dat we het een beetje eigenlijk de stress van ons kunnen afschudden, zoals we hebben twee hondjes, die schudden het letterlijk af. Ja. En ik denk dat ook via beweging en mindset, dat we daar wel een groot verschil kunnen maken. Zeker. Nu, stel dat je gevoelig bent aan constipatie, dat je zegt van soms kan ik een paar dagen niet naar het toilet gaan, of ik kan wel elke dag gaan, maar ik heb het gevoel dat het te hard is of dat ik te veel moet duwen of wat dan ook. Zijn er
ja, hoe ontstaat die constipatie? Zijn er daar heel veel verschillende oorzaken van? Zijn er dingen die we eraan kunnen doen, specifiek naar voeding of levensstijl, om constipatie te verlichten of ja, op te lossen op een bepaalde manier? Ja, ja, bij constipatie is het eigenlijk bijna altijd een gebrek aan vocht, vezels, vetten. Dat is wat je met de voeding kunt doen. Okay. Dus met vocht bedoel ik gewoon echt meer water drinken. Dat zijn gewoon hele belangrijke. Ja. Liever niet te veel koffie en ook niet spijsverteringsthee, want daar zitten vaak ook weer laxerende kruiden in. Weet je? Dat heeft een tegengesteld, uiteindelijk een tegengesteld effect. Ja. Vezels, ja, dan denken we echt aan dus de groentevezels en niet zozeer de volkoren broodvezels. Sterker nog, gluten kunnen een belangrijke oorzaak zijn dat er verstopping ontstaat bij mensen. Ja. Dus als jij niet goed tegen gluten kunt, ja, dan kan het heel goed zijn dat je daardoor juist verstopping krijgt als je het wel blijft eten. Ja. Vetten, ja, we zijn heel bang gemaakt eigenlijk de afgelopen decennia voor vetten, want je krijgt er hart- en vaatziekten van en je wordt er te dik van. Nou, dat blijkt allemaal eigenlijk helemaal niet zo waar te zijn. Ja. We hebben vetten wel echt nodig, ook voor een gezonde spijsvertering. Dus de gal bijvoorbeeld uit de lever. Oh, er rijdt hier van alles voorbij. Ik weet niet of je dat... geen zorgen. Het klinkt een beetje als een vliegtuig. Oh ja, nee, het was een vrachtwagen of zo. Okay. Je gal uit de lever is je eigen natuurlijke laxeermiddel. Okay. Dus je hebt wel gal, die gal die moet goed worden afgegeven. Nou, ja. Dat gebeurt in principe als jij gewoon nog een galblaas hebt, dan gebeurt dat op basis van wat je eet. En eet je iets met meer vet, dan gaat je galblaas meer gal in je darm. Ja. Eet je helemaal vetvrij, dan krijg je eigenlijk nooit het seintje van er moet gal bij komen. Dus dan krijg je te weinig gal. En dat kan leiden ook tot verstopping. Ja, dus het gaat echt over de balans tussen koolhydraten en eiwitten en vetten en heel veel vocht. Alleen niet vocht tijdens het eten, liever daarbuiten. Ja. Want anders verteer je de eiwitten weer niet goed. Dus okay. Ja, dat zijn wel de dingen. En verder natuurlijk beweging. Jouw lichaam heeft ook, jouw darmen hebben eigen spieren, maar die hebben ook jouw lichaamsbeweging nodig om die darmbewegingen goed te kunnen maken. Ja. Plus je darmen hebben een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig om hun bewegingen goed te maken. Nou, als jij altijd heel gespannen, aangespannen zit, dan hebben ze te weinig ruimte. Maar heb jij helemaal geen spierspanning op je buik en dan krijg je een soort van ja, bolle buik, bierbuik, zeg maar, waarin die spieren hun werk niet doen, dan is er te veel ruimte en dan kunnen ze die bewegingen ook niet. Dat kan allemaal leiden tot obstipatie. Okay. Ja, dus ja, er zijn heel veel dingen die je zelf kunt doen. En nog één ding wat ook heel belangrijk is, dat als je schildklier niet goed meewerkt, dan kan je ook daar heel veel verstoppingsklachten van krijgen. Okay. Dan gaat eigenlijk het hele metabolisme langzamer en dus ook ja, de vertering van ja. Ja. En ik hoorde je zeggen dat drinken bij de maaltijd niet zo goed is omwille van, ik ben het nu even kwijt, wat ik ja, van het maagzuur. Ja, omdat het maagzuur verzwakt of te veel verdunt. Klopt. Ja. Want je maag moet gewoon heel zuur zijn. En het voedsel mag ook pas doorgelaten worden naar de dunne darm als het net zo zuur is als de maaginhoud. Maar als je daar een glas water bij gooit, ja, dan verdun je dat in feite. Dus dan duurt dat langer. En als het langer duurt, ook als je bijvoorbeeld te weinig maagzuur hebt, dan verteert dat eigenlijk al, de eerste stap gaat al niet goed in de vertering. Ja. Daar kun je juist klachten van krijgen als oprispingen, maar ook zelfs brandend maagzuur. En dus heel veel mensen denken brandend maagzuur is te veel maagzuur, maar eigenlijk is het te weinig. Te weinig. Ja, ja. En zorgt dat er ook voor, door dan te lang in de maag eigenlijk te blijven, dat er daar al fermentatie ontstaat, waardoor dat je dan die oprispingen krijgt? Ja, dat kan. En het gaat eigenlijk in de eerste stap al niet goed. Dus er komt vaak luchtvorming. Dat duurt, hè, dat duwt er tegenaan. Ja. Dan krijg je inderdaad oprispingen, brandend maagzuur. En dan weet je ook van, ja, dan verteert het eigenlijk in de rest van die darmen ook niet optimaal. Nee. En dus kan het ook bijvoorbeeld winderigheid gaan geven of andere klachten zoals verstopping of dunne ontlasting. Ja, dus eigenlijk niet drinken bij de maaltijd, maar ervoor of een beetje erna. En waarschijnlijk ook, wat ik gemerkt heb, vooral warm drinken, thee. Niet te veel koud, zeker geen ijsblokjes enzovoort. Dat verschilt een beetje per persoon. Ik zeg altijd, begin in ieder geval 's ochtends met 1 of 2 glazen water. Ja. En het mag warm water zijn, mag ook koud water zijn, net wat je fijn vindt. Alleen koud water kost meer energie om dat op te warmen natuurlijk, voor je lichaam. Ja. Niet voor iedereen is dat fijn, maar als jij zegt dat vind ik juist heel lekker, dan vind ik dat ook prima, als er maar water ingaat. Ja, ja. En zeker wel toch 1,5-2 liter op een dag aan het liefst water. Ja, dus en kruiden thee mag ook, maar niet al te veel zwarte thee en koffie.
Ja, en qua frisdranken en dat soort dingen, denk ik, ja, als dat een keertje is, als je een avondje uitgaat, dan is het niet zo'n punt. Maar dat moet niet standaard in je voedingspatroon zitten. Nee. En een goede wandeling na, of een korte wandeling na de maaltijd is dus ook een goed idee om je vertering extra op gang te trekken. Ja, en dat is altijd een beetje discussie van moet je nou voor of na de maaltijd dan wandelen? Ja. Maar ik denk, ja, dat wat werkt voor jou, ja, dat is ja. Het beste. Okay. Er is voor allebei wel iets te zeggen, maar wat ja. Voor jou is, ja. Ja. Merk je ook, want we hebben het nu over stress. Stress wordt vaak veroorzaakt door werk, doordat we te druk hebben. Maar kan het ook zijn dat bepaalde onverwerkte emoties of bepaalde trauma's, zelf al uit onze kindertijd, dat die nog steeds een weerklank hebben, een effect op onze darmgezondheid, onze vertering nu? Ja, want je brein legt heel veel, die haalt heel veel informatie uit je darmen en wat er allemaal gebeurt. En er loopt één zenuwbaan van je hersenen naar je darmen om ze te vertellen wat ze moeten doen. Maar er lopen er wel vier terug, dus daar komt heel veel informatie vandaan. En als je bijvoorbeeld een stressvolle situatie hebt gehad op of rondom een maaltijd, dan kan het zijn dat jouw lichaam de link legt tussen dat wat jij eet en de stress. En die is er natuurlijk niet. Ik zeg altijd, als je bijvoorbeeld bij een Grieks restaurant eet en je krijgt ruzie met je partner, ja, dan kan het zijn dat jouw lichaam niet meer goed reageert op Grieks eten, terwijl je niet allergisch bent daarvoor, maar dat het meer een onderbewuste, onbewuste link is die jouw brein heeft gelegd van oeh, vorige keer was dit niet een goede situatie, we gaan dit nu vermijden. Ja. Zien bijvoorbeeld bij prikkelbare darmsyndroom dat wat ik sowieso is geen diagnose. Hè? Dus prikkelbare darmsyndroom is eigenlijk niks. Dat is een verzamelbak. En dat betekent eigenlijk voor mij, je moet verder doorzoeken. Ja. Heel veel prikkelbare darmsyndroom komt door SIBO. Dus een overgroei van bacteriën op de verkeerde plek in je darmen. Of door voedingsovergevoeligheden. Of door histamine. Of door verkeerde voeding. Of ja. Door simpelweg te weinig bacteriën. Maar een heel groot deel komt ook door stress. En we weten bijvoorbeeld, er bestaat een app die heet Nerva. En die heeft echt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dat ze echt PDS-klachten kunnen verminderen door middel van een soort meditaties. Okay. Dus we weten dat er een hele belangrijke band is tussen die darmen en hoe je je voelt. En dat het inderdaad trauma. Ja, wat ik zei, als ik in de praktijk iemand zie met trauma, dan kunnen wij dat in onze praktijk niet oplossen. Mm-hmm. Terwijl we wel dus met die neurotransmitters aan de slag kunnen gaan, wat eigenlijk de lichamelijke kant is van het psychisch-emotionele verhaal. Ja. Als jouw neurotransmitters niet op orde zijn, dan kun je op een yogamatje gaan mediteren tot je ontweegt en dan word je toch niet rustiger. Ja. We weten dat mensen met een niet optimale darmflora, dat die veel gevoeliger zijn voor angstklachten, paniekstoornissen, dat soort dingen. En als dan die darmflora weer hersteld wordt, dan voelen ze zich ook daadwerkelijk rustiger. Ja. Het gaat echt twee kanten op. Dat is echt super belangrijk om het dus ook allemaal serieus te nemen. Ja, dus je kan wel alleen je lichamelijke kant helemaal perfect doen, maar als jij niet naar je trauma's of naar je eigen schaduwkanten wil kijken, gaat het toch niet werken. Nee. Ongelooflijk boeiend. Ik ben nu ook boeken aan het lezen over het werk van Jung, over schaduwwerk en de minder mooie kanten in jezelf, om die ook te durven aankijken, zodat je er niet van wegloopt en dat ze net niet in die schaduw terechtkomen. Eigenlijk de balans vinden tussen zowel mentaal, emotioneel, fysiek, daar een beetje de gezondheid in vinden. Het is toch een heel verhaal, hè? Ik denk, stap voor stap gewoon ermee aan de slag gaan. Waar we ook nu op inpikken. Probiotica. En ik hoor je zeggen van, als de darmflora niet in balans zijn, dan loopt het vaak moeilijker om die gelukshormonen aan te maken, bijvoorbeeld. Probiotica, is dat een goede eerste stap? Want vaak wordt dat dan voorgeschreven, maar dan denk ik, is dat dan geen een beetje een te vroege eerste stap? Gaat het niet eerst over die voeding, die levensstijl aanpassen en dan die probiotica erbij nemen? Ja. In plaats van te verwachten van, die probiotica gaat hier een keer oplossen voor mij. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad wat heel veel mensen denken. Van, ik heb nu darmklachten. Maar ten eerste, het kan in je darmflora zitten, dan kan probiotica wel misschien soms helpen. Maar je moet altijd de onderliggende oorzaak aanpakken. Maar als het bijvoorbeeld in je spijsvertering zit, dus kauwen, maagzuur, gal en enzymen, dan gaat probiotica niks aan doen. Snap je? Dus je moet altijd de oorzaak gaan bekijken. En je zult, kijk, dat
wat je tot nu toe hebt gedaan, dat heeft je tot hier gebracht. Dus je kunt niet verwachten dat je kunt doorgaan met bier en pizza en patat en dan probiotica slikken en dat dan het dan allemaal maar op gaat lossen. Ja. En ik denk dat probiotica, ik zie het meer als, kijk, vroeger voordat de koelkast werd uitgevonden, fermenteerden we onze groenten om het langer houdbaar te maken. En aten we heel veel, ja, waren we heel erg in contact met levende bacteriën door de gefermenteerde groenten, door in de natuur te zijn. Ja. Dat doen we nu veel minder. En eigenlijk is de gewone probiotica die je zo in de webwinkel bijvoorbeeld kunt kopen, dat is een vervanging daarvan. Als het jou lukt om wel gefermenteerd, regelmatig gefermenteerd te eten, met kimchi of kefir of zuurkool, is dat eigenlijk beter. Want daar zitten veel meer en veel meer verschillende bacteriën in dan wat er ooit in zo'n capsuletje kan zitten. Ja. Als je dat echt niet doet, dan is het goed om regelmatig probiotica te slikken. En je moet dat een beetje zien als, ja, de schoonmaakploeg in een hotel, zeg maar, die zorgen ervoor dat de gasten het fijner vinden om daar te blijven. Ja. En de probiotica zorgt ervoor dat jouw darmmilieu verbetert, waardoor jouw eigen darmflora weer kan uitgroeien tot een gezonde kolonie. Maar dat kan alleen als je de onderliggende oorzaken hebt aangepakt en als je je eigen darmflora ook goed behandelt, dus ze goed te eten geeft. Ja. Als je al die stappen overslaat en alleen probiotica gaat slikken, ja, dan moet je eigenlijk, dan kan het wel iets verbetering geven, maar dan moet je natuurlijk niet verwachten dat dat uiteindelijk het probleem gaat oplossen voor jou. Ja. Heel erg en als je niet heel veel klachten hebt of je denkt gewoon van, nou, ik ga eens wat beter op mijn voeding letten, ik wil toch even een beetje ondersteunen, is prima om probiotica te gebruiken. Maar als je echt al heel lang heel veel klachten hebt, ja, je mag het proberen, maar als je na 3 maanden geen verbetering merkt, dan wordt het toch tijd om gewoon ontlastingsonderzoek te doen en echt te gaan kijken aan de hand. Ja, eerst de onderliggende oorzaak aanpakken en dan misschien ook in een later stadium, als die balans al een beetje terug is, dan eventueel een extra positieve push te geven met probiotica. Ja, en bij ons in een behandelplan, als mensen echt voor een behandeling komen, ze komen altijd pas ook aan het einde. Ja, dus eerst gaan we onderzoek doen, dan gaan we echt eventueel parasieten of dergelijke eruit halen als het nodig is. En dan daarna gaan we pas opbouwen. Ja. Ja. Is dat iets dat je ook vaak ziet in jullie werk, parasieten in de darmen? Ja, en 70% van de mensen ongeveer heeft een parasiet. En dat hoeft ook niet altijd erg te zijn. Maar 30% van de mensen die er een heeft, die heeft daar klachten van. Dus in mijn beleving komt dat omdat het hangt af van welke precies het is, welke parasiet het is. Maar ook van hoe goed is jouw darmflora. Dus sommige mensen hebben best wel een oké darmflora van zichzelf, hebben een goede balans. En dan heb je zo'n parasiet, maar dan zul je dat nooit merken. En dan is het ook niet erg dat die daar is. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld een keer een antibiotica-kuur hebt, of je hebt heel veel stress, of je eet heel slecht, of er is een andere reden waarop je eigen darmflora onderuit gaat, ja, dan kan het zomaar klachten veroorzaken. Dus wij halen, als er klachten zijn en we vinden een parasiet, dan zorgen we wel dat die verdwijnt. Okay. Maar dan moet je nog steeds daarna ook de eigen darmflora weer versterken. En de artsen zeggen nu soms van, ja, je hebt een parasiet, maar dat kan geen klachten veroorzaken. Terwijl, ja, dat kan wel degelijk zo zijn. Ja, en dan is het even zoeken van, wat kun je het beste doen? Ja. En wat zijn typische klachten? Of is dat moeilijk om daar iets op te plakken? Is dat bij iedereen verschillend? Meestal geeft het breiige ontlasting of dunne ontlasting zelfs. Nee. In een enkel geval geeft het juist verstopping. Dus dat is dan weer lastiger. Ja. Maar wat je heel veel ziet bij parasieten is dat de klachten cyclisch zijn. Dus dan elke paar dagen. Zonder dat je echt... Ik laat mensen altijd een voedingsdagboek bijhouden om te kijken van, kun je ontdekken welke voeding. En dan zeggen ze, nou, ik kan geen link ontdekken met de voeding, maar wel een bepaald ritme van 3 tot 4 dagen. Want dat is de activiteitscyclus van zo'n parasiet. Die heeft zo'n cyclus van 3 tot 4 dagen. En niet in al die stadia heb je daar last van. Ja. En gek genoeg zijn ze vaak actiever met volle maan. Dus als je volle maan dan ineens juist verstopping of juist dunne ontlasting krijgt. En vaak ook, wat we ook veel zien, is anale jeuk. Ja, dat zijn echt tekenen van zo'n parasiet. Soms buikpijn komt erbij, vermoeidheid, niet lekker in je vel zitten. Ja. Het kan ook nog allemaal andere oorzaken hebben, maar dat zijn wel de symptomen die we veel zien bij een parasiet. Ja. Oké. En worden die behandeld met een soort kruidenpreparaten, homeopathie? Ja, we gaan altijd ook zoeken van, waarom is hij daar gaan zitten? Want ik bedoel, eigenlijk hoort hij, als je hem binnenkrijgt, hoort hij gewoon weer te verdwijnen. Dus waarom komt dat hij daar is? Dan gaan we reinigen, je lever en je nieren ondersteunen, omdat bij het afdoden van zo'n parasiet komen heel veel afvalstoffen vrij. Dus we moeten die lever en die nieren ondersteunen. Dan gaan we het jasje waarin hij heeft zich ingegraven in iets dat heet een biofilm, een soort slijmerig beschermjasje, dat gaan we afbreken, want anders kom je niet bij die parasiet. Dan gaan we die parasiet afdoden en dan gaan we de hele boel weer opbouwen. Dus dan gaan we weer darmslijmvlies en de darmflora en het immuunsysteem weer terug opbouwen. Dus dat is best wel een
een groot protocol. En dat is ook waar ik veel voor waarschuw, want je ziet heel veel van die parasietenkuren op internet, maar er is dan vaak maar één onderdeeltje van dit hele verhaal. En dat, ik ben daar niet een voorstander van om dat op eigen houtje zomaar dan zo'n parasietenkuur te gaan doen, of zo'n colon cleanse, of zo'n darmdetox, of weet ik veel. Weet je, dat is ja, eigenlijk veel te kortzichtig of zo. Ja. Wat je hoort te doen allemaal, ja. Oké, maar mensen kunnen wel bij jou terecht, of bij jullie team, om voor wie daar eigenlijk wil te weten komen van, ja, worden mijn darmklachten veroorzaakt door bijvoorbeeld een parasiet? Ja. Dat wordt eigenlijk puur door darmonderzoek vastgesteld? Belastingonderzoek en bloedonderzoek doen we. Om te kijken, want ik heb een pakketje samengesteld wat eigenlijk voor de meeste darmklachten en ook zelfs voor een groot gedeelte van eczeem bijvoorbeeld en huidklachten, alle onderzoeken bevat. Dus dan kijken we naar de goede bacteriën, slechte bacteriën, schimmels, parasieten, of er ontstekingen zijn in de darm, of er overgevoeligheden zijn voor gluten of voor andere producten. Ja. We kijken naar het darmslijmvlies, of er leaky gut is, zeg maar, hyperpermeabele darm. Dus er zijn heel veel parameters die we bekijken. En doordat je dat in één keer allemaal onderzoekt, kun je heel goed zien waar nou precies de oorzaken zitten. En kun je dat dus ook heel gericht gaan aanpakken. Ja. Dat is wel heel prettig, omdat je toch heel veel ziet dat als dat onderzoek niet kijkt, als iemand buikpijn heeft, dat kunnen zomaar 5-6 verschillende dingen zijn. Enzymtekort. Ja. Dus wij gaan echt kijken van waar zit het hem nou in? En dat gaan we aanpakken. En dan ben je veel sneller to the point, zeg maar. Dus dan kun je ook veel gerichter gaan behandelen. Ja. Ja, wel heel waardevol. En ik hoorde je vertellen bij bijvoorbeeld een parasiet van er is een reden waarom die zich genesteld heeft in je systeem. Wat kan bijvoorbeeld een reden zijn? Is dat dan puur ook weer die disbalans tussen goede en slechte darmbacteriën en verzwakte darmflora? Of zijn er nog andere redenen, misschien meer psychologisch, emotioneel? Sowieso een verzwakte darmflora en een verzwakt immuunsysteem. Dat is wat er lichamelijk aan de hand is. Dat is ook wat we kunnen meten. Ja. Maar ja, ik ben zelf ook al spiritueel ingesteld. En ik denk wel van, ja, weet je, als je kijkt naar de energetische kant, zeg maar, van zo'n verhaal, dan zit het toch over grenzen aangeven. Waar word je leeggezogen? Hè? Dat is wat een parasiet eigenlijk in wezen is. Is gewoon een wezen wat van jou eet, maar het geeft niks daarvoor terug. Dus jouw goede darmflora, die eet ook van jou, maar die geeft jou daar stoffen voor terug, waar jij ook. En dus dat is mutual beneficial, zeg maar. Ja. En maar zo'n parasiet, ja, die neemt alleen maar. Dus waar word je leeggevreten eigenlijk in je energie of in je... Dus het is denk ik iets wat voor de een meer zal resoneren dan voor de ander, maar het is denk ik zeker om ook te kijken van, oké, weet je, ik weet zelf dat ik bijvoorbeeld... Ik had nooit parasieten. Mijn zoontje had ze continu, dus ik dacht, ik kom wel mee in contact. Maar ik had ze gewoon niet, totdat ik echt een relatie kreeg waarin ik zelf inderdaad heel erg werd leeggezogen. En toen had ik ze ineens wel. Dus echt zo, oké, dat is echt voor mij toch ook wel iets, ja. Wel boeiend ook om het op die manier te bekijken van, wat is de boodschap die ze misschien... Ja, en je kunt het vaak heel goed als mensen zeggen, ja, maar ik wil alleen dat lichamelijke stukje. Want wat gebeurt er in zo'n relatie? Je hebt veel stress, je gaat minder goed voor jezelf zorgen, je hebt minder ruimte om goed te eten. Dus natuurlijk gaat jouw systeem ook minder, gaat achteruit. Ja. Maar ja, het is en. Je kunt denk ik ook de lichaam en de geest ook niet los zien van elkaar. Er is gewoon één geheel. Ja, dat klopt. Ik ben ook, ik probeer alles ook holistisch te bekijken. In die verbinding, dus oké, misschien genoeg over parasieten. ik heb nog een vraag die vaak kwam van, veranderen onze darmen als we ouder worden? En hebben ze dan extra aandacht nodig of andere voeding? Zie je daar een groot verschil tussen kleine kinderen, jongvolwassenen en dan ook, naarmate dat we ouder worden, verandert er daar veel aan? Ja, dus de opbouw van de darmflora is zeg maar geboorte en borstvoeding is een belangrijk beginpunt. Dan de eerste 2 jaar, dan zo rond de tweede verjaardag, dan is eigenlijk die opbouw van die darmflora zo ongeveer afgerond. Ja. En dat betekent dat kindjes ook van 2 jaar eigenlijk een volwassen drol zouden moeten maken. Hè? En niet zeg maar de pindakaas die heel vaak nog in die luier zit. Ja. Dan blijft er eigenlijk dat darmflora patroon blijft gelijkmatig gedurende de eerste 50 jaar ongeveer van je leven. En daarna zien we vaak dat het inderdaad minder wordt. Vaak gaat ook de spijsvertering achteruit. Dus mensen maken wat minder maagzuur aan, wat minder enzymen aan. Darmflora gaat achteruit. En dan zien we ook enorme stijging van darmklachten. Dus veel meer kans op brandend maagzuur,
opgeblazen gevoel, verstopping, dunne ontlasting, maar ook op bijvoorbeeld colitis ulcerosa, dus een ernstige darmaandoeningen of darmkanker bijvoorbeeld, komt gewoon veel meer voor na het 50ste levensjaar. En ik weet niet of dat iets is wat van nature zeg maar bij de mens hoort, of dat, ja, dat het komt omdat, je kan je voorstellen dat risico ziet er natuurlijk heel anders uit als jij al, hè, als jij 50 jaar lang nergens last van hebt van je darmen, of als jij al 30 jaar lang loopt, ja, te klooien met toch wat kleine klachten die je misschien niet altijd serieus neemt. Dus ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is om wel echt je klachten ook op jongere leeftijd al serieus te nemen. Ja. En vanaf, ja, eigenlijk al daarvoor, maar ook vooral vanaf die leeftijd, echt wel goed op je darmen te gaan letten. En ook, ook misschien inderdaad wel preventief gewoon toch probiotica en eventueel supplementen voor spijsvertering, enzymen en dat soort dingen te gaan slikken. Okay. Ja, om te zorgen dat in ieder geval die vertering, of in ieder geval daar heel alert op te zijn, dat als er iets niet goed gaat, om dat heel serieus te nemen. Ja. Ook dingen als medicatie, die nemen vaak toe vanaf dat moment, maar dingen als niet alleen antibiotica, maar ook antidepressiva, pijnstillers, astmapuffers, dat zijn allemaal medicatie. Soms is het nodig, maar als je dat chronisch moet gebruiken, dat is echt niet goed voor je darmflora. Mm-hmm. Dus als dat zo is, dan zorg in ieder geval dat je daar een goede probiotica naast zet. Als je zei, het werkt, dan komt er echt nooit hoor, maar nu ineens komt er allemaal verkeer voor. Helemaal niet erg. dus dat zijn wel dingen die belangrijk zijn om, om op te letten. En in ieder geval ook echt wel de signalen van je lichaam serieus te nemen. Ja, en ik hoor je spreken over antidepressiva. Ik las ook dat dat die ervoor kunnen zorgen dat onze darmen meer moeite krijgen om zelf die gelukshormonen aan te maken. Terwijl dat eigenlijk, ze helpen aan de ene kant, maar het natuurlijke proces wordt daar ook weer een beetje misschien luier gemaakt. Of ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Ja, er is een uitspraak, if you take it, you don't make it. En dat klopt wel, want heel veel van dit soort systemen gaan via een positieve of negatieve feedback. Dus schildklierhormoon bijvoorbeeld, als er een bepaalde hoeveelheid schildklierhormoon in het lichaam zit, dan gaat er een seintje, dan gaat TSH gaat omlaag. En dan wordt de schildklier minder gestimuleerd om schildklierhormoon aan te maken. Dus ga jij dat slikken, dan ga je ook nooit het seintje krijgen van maak het zelf aan. Ja. Dat geldt voor dit ook. Al heel veel antidepressiva werken op de serotonine stelsel. En dus zorgen ervoor dat serotonine eigenlijk als het ware aan blijft staan. Dus je hebt die zenuwcellen, van het signaal moet van de ene zenuwcel naar de andere. En dat gaat via neurotransmitters. Dus die neurotransmitters worden losgelaten en zetten hier. En wat SSRI's, dat zijn serotonine heropname remmers, die zorgen ervoor dat die eigenlijk continu hier die prikkel blijven geven. Ja. Maar dat betekent ook dat jouw lichaam dus inderdaad niet het signaal krijgt van er is nu weer te weinig, dus ik moet weer gaan maken. Ja. En dus inderdaad, als je het gaat slikken, dan neemt dat eigenlijk de functie over. En dat is in sommige gevallen nodig, maar heel vaak is het ook niet gezond en het is ook niet de natuurlijke een natuurlijke ritme wat je daar normaal gesproken in hebt. Hè? Normaal heb je een bepaald natuurlijke eb en vloed, zullen we maar zeggen. En dat is altijd vloed. Dus dat gaan mensen voelen. Ja. En dat is ook waarschijnlijk de reden waarom mensen er op langere termijn afhankelijk van worden, omdat ze bijna niet meer zonder kunnen. Ja, klopt. En dat is ook, dat zie je met heel veel medicatie, dat maagzuurremmers bijvoorbeeld zijn bedoeld om een paar dagen te gebruiken. Mm. Maar mensen die dat eenmaal gaan slikken, die komen er nooit meer van af, omdat ook de onderliggende oorzaak niet wordt aangepakt. Yeah. En bij depressiviteit en antidepressiva denk ik dat echt een van de onderliggende oorzaken gaat ook over, heb jij wel genoeg voedingsstoffen om die neurotransmitters te kunnen maken? Is jouw darmflora op orde om die neurotransmitters te kunnen maken? En als je daar niks aan doet, sterker nog, met die medicatie ga je het eigenlijk alleen maar het systeem ondermijnen. Ja. Ja, dan natuurlijk, als je het niet meer slikt, dan ga je dat voelen en dan kun je niet meer zonder. Ja. Als je het vanaf de andere kant weet aan te pakken en je gaat het systeem versterken, dan kun je dat gewoon weer op je eigen natuurlijke ritme kun je het weer aanmaken. Ja. Nog vallen, niet altijd natuurlijk, maar dat is denk ik uiteindelijk waar je je toch het beste bij voelt. Ja. Ik denk dat het vaak toch neerkomt op geef het tijd en blijven volhouden, ook al gaat het niet meteen, dat mensen vaak... Zoek echt hulp van iemand die weet wat hij doet, weet je. Want
Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat als jij 1000 milligram EPA gebruikt op een dag, dus EPA is een van de omega-3 vetten, ja. Ja, dan heeft dat eigenlijk hetzelfde soort effect, vergelijkbaar effect als een antidepressivum. Maar dan moet je wel weten dat je dat moet slikken. En dan moet iemand met jou meekijken van hoe is de rest van jouw voeding? Heb je niet te veel omega-6 vetzuren? Waar zitten ontstekingen? Nou, ja. Iemand die echt daar verstand van heeft. En plus, in depressiviteit wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar serotonine, terwijl dopamine ook een hele belangrijke rol speelt daarbij. Ja, ja. Je hebt echt iemand nodig die net even iets meer die kennis heeft en jou even echt met jou als persoon, niet met de buurvrouw, niet met de moeder van school, maar gewoon, hè, niet met een algemeen blog of een algemeen, maar die echt met jou mee kan kijken van hoe is het leven. Ja, ja. En is dat iets waar mensen bij jullie ook voor terecht kunnen? Of verwijzen jullie door naar de juiste personen die daarbij kunnen begeleiden? We doen wel veel, dus dat hangt er een beetje van af. Wat er aan de hand is als iemand zegt, goh, ik heb toch wat ADHD-klachten of wat depressieve neigingen, of dan kunnen we, en ik heb darmklachten, ja, dan kunnen we vaak wel dat en pakken, zeg maar. Zowel met voeding als supplementen als die darmen aan te pakken. Maar als iemand heel zwaar depressief is, ja, wij zijn daar niet voor opgeleid. En als iemand echt op die neurotransmitters daar het grootste probleem heeft, dan verwijzen we ook vaak wel door naar therapeuten die daar heel gespecialiseerd in zijn. Ja. Dan kunnen ze eventueel alsnog het onderzoek bij ons doen en dan de behandeling ergens anders. Ja. Ja. En om het verhaal van de neurotransmitters nog even af te ronden, bijvoorbeeld serotonine, dopamine, sowieso alles van geraffineerde suikers is daar waarschijnlijk niet zo goed voor, maar zijn er nog bepaalde voedingsmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat je bijvoorbeeld minder gemakkelijk serotonine aanmaakt via de darmen? Nou ja, alcohol sowieso niet zo heel gezond. En inderdaad, suikers, dat zijn niet de gezonde dingen. Maar ik denk dat het bij de neurotransmitters heel vaak gaat over tekorten. Okay. Dus wat ik al zei, je hebt de plantaardige wereld heel hard nodig om je darmen gezond te houden. Maar je hebt ook de dierlijke wereld nodig om de voedingsstoffen te leveren voor de neurotransmitters. Ja. Iemand echt helemaal vegan gaat bijvoorbeeld, dan zie je dat daar echt, de eerste 2 jaar gaat vaak nog wel. Ja. Maar dan, daarna gaan ze echt tekorten opbouwen. En dat gaat echt niet alleen maar over B12. Het gaat over carnitine, het gaat over taurine, het gaat over retinol. Het gaat over, weet je, zoveel zink, over zoveel voedingsstoffen. Die misschien in theorie wel te vinden zijn in plantaardige producten. Maar dan moet jouw lichaam dan nog zelf omzetten naar de bruikbare variant. En die omzetting gaat niet bij iedereen even efficiënt. En dat is onder andere een genetisch verhaal. Ja. Dus als mensen, ik vind het, nou ja, als mensen zeggen ik wil graag meer planten eten of ik wil graag zoveel mogelijk vegetarisch eten voor het milieu, zeg maar, de duurzaamheid. Ja. Dan nog denk ik, oké, maar een koe die gras graast, weet je, dat is een heel ander verhaal dan zo'n bio-industrie koe, maar oké. Maar helemaal, zeg maar, los daarvan is echt heel erg lastig. Omdat, ja, ik word altijd een beetje boos als mensen gaan doen alsof dat het natuurlijke dieet is of als, omdat ik het kan, kan jij het ook. Als jij toevallig heel goed bent in het omzetten van die stoffen, is prima. Maar als ik dat niet ben, dan kun je niet tegen mij zeggen dat ik het dan verkeerd doe. Weet je? Mm. Het gaat dan echt over, ja, je lichaam kan dat gewoon niet. Ja. Dus als jij merkt, ik voel me gewoon daar echt niet zo goed op, ja, dan is het toch zaak om dat aan te gaan vullen. En dat doe je dan bij voorkeur eigenlijk met, sowieso vis is heel belangrijk, maar ook schaal- en schelpdieren, maar ook bijvoorbeeld organen, dus lever is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Daar zitten zoveel voedingsstoffen in, is eigenlijk een superfood. Plus het is een afvalproduct, hè, van de vleesindustrie. Dus als jij een lever hebt van een biologisch gehouden dier, dat toch al geslacht werd voor het vlees, de botten en de organen, die worden eigenlijk niet gebruikt, dan zou je kunnen zeggen, omdat wij die tegenwoordig niet meer zo lekker vinden, we willen dat eigenlijk niet eten, en dan zou je kunnen zeggen, ik ga dat juist eten, want daar zitten wel de meeste voedingsstoffen in. Dan hoef ik niet een biefstukje te eten, maar dan kan ik wel in ieder geval zorgen dat ik die voedingsstoffen binnenkrijg. En als je het idee heel erg tegenstaat, dan zijn er ook supplementen zoals collageen of lever, gevriesdroogde capsules. En die kunnen zorgen dat je dat makkelijker kunt innemen. Ja. Maar dan heb je eigenlijk en. Dus dan hoef je niet vlees te eten, maar dan heb je wel alle voedingsstoffen. En ik vind ook zelf namelijk wel, als er dan toch een dier gedood wordt, is het wel respectvol om het hele dier te gebruiken. Ja, absoluut. En dat is echt voor je neurotransmitters, zijn die vetten en die dierlijke vitamines en mineralen en bijstoffen zoals taurine en carnitine, ja, die zijn onmisbaar eigenlijk. Daar kun je zo moeilijk
En dan moet je zo hard je best doen om daar een weg omheen te vinden. In de plantaardige wereld ben je eigenlijk alleen maar de hele dag aan het eten. Dus dat vind ik... Ja, ja. Ik heb inderdaad in het verleden ook een lange tijd volledig plantaardig gegeten. Nu eet ik denk ik grotendeels plantaardig, maar toch ook aangevuld met kleine hoeveelheden van dierlijke producten, omdat het voor mijn lichaam ook te moeilijk werd. Ook al slikte ik heel veel supplementen. Dus ik denk dat het ja vooral kwestie is van te kijken van, kan mijn lichaam alles opnemen uit die plantaardige keuken? En bij denk ik heel veel mensen is dat niet altijd het geval. Dus om ook daar weer die 80-20-regel in gedachten te houden van, als 80% van je voeding al heel veel groenten en plantaardige producten zijn en dan toch een klein beetje aangevuld, dat dat voor misschien het brede publiek wel de beste oplossing is. Om niet elke dag vlees te hoeven eten, maar af en toe een beetje, zeker ook die vette vis, die omega-3-vetten, om dat goed in gedachten te houden. Ja, en dat het ook veel... Het is belangrijk om te beseffen dat het veel verder gaat dan een beetje granen en bonen combineren voor je eiwit. Ja. Maar dat er echt gewoon heel veel stoffen zijn die je niet zomaar uit de plantenwereld kunt halen. Dus of je moet dat met een supplement doen. Maar ja, inderdaad ben je handen vol aan het slikken. En als je kijkt bijvoorbeeld hè, vis. Ja, vis haalt ook zijn omega-3 uit algen. Ja, dat klopt. Alleen zijn daar super efficiënt in. Dus als jij, voordat jij dezelfde hoeveelheid die je met één capsule visolie, zeg maar, die 1000 milligram EPA waar ik het net over had. Mm-hmm. Als je dat met algencapsules moet, dan moet je 12 capsules slikken, weet je. Dat red je gewoon niet. Ja. Dus soms moet je ook kijken naar wat doet de natuur of wat hebben de mensen altijd gedaan. En dat is toch de wat hoger gewaardeerde dierlijke producten waren inderdaad die lever en de botbouillon en weet je, veel meer dan dat biefstukje, zeg maar. Ja. Dat is waar. Ja. Misschien nog een laatste iets voor ik nog een paar ludieke vragen heb om mee af te ronden. Steeds meer mensen hebben last van spijsverteringsklachten en intoleranties. Of misschien denken ze van, ik heb misschien een intolerantie, want ik reageer ergens gevoelig op, maar daarom is het niet altijd per se zo. Hoe zie jij dat, het grotere plaatje van waarom krijgen steeds meer mensen nu te kampen met allergieën, met intoleranties? Is dat ook heel sterk door geraffineerde voeding, industriële voeding, dat we te proper proberen te zijn? Dus heeft het vooral daarmee te maken, denk je? Of zijn er nog andere aspecten die meespelen waarom steeds meer mensen bijvoorbeeld gluten, lactose enzovoort niet meer kunnen verteren? Is dat doordat vroeger meer oergranen werden gebruikt en nu alles zo op grote schaal wordt verbouwd? Ik veronderstel dat alles een beetje meespeelt. Ja, het is echt alles. En we noemen dat de perfect storm. Dus het is en we eten te veel bewerkt voedsel waardoor en te weinig groente, waardoor de darmflora onderuit gaat. Omdat de darmflora onderuit gaat, gaat het darmslijmvlies achteruit. En kan er ruimte ontstaan tussen de cellen. Dat is eigenlijk wat we leaky gut noemen. Vind ik nooit zo'n goede term. Maar, en daardoor kunnen er eiwitten langs je cellen de bloedbaan inglippen. Nou, eiwitten, ook virussen, bacteriën bestaan ook uit eiwitten. Dus als er een eiwit in de bloedbaan terechtkomt, is altijd alarmfase 1 voor het lichaam van, ik moet nu het immuunsysteem erop afsturen en er ontstekingen gaan creëren. Ja. Dat is eigenlijk wat allergieën zijn. Dus de voeding en de stress, die zorgen ervoor dat de darmflora achteruit gaat. Die zorgt ervoor dat de darmslijmvlies achteruit gaat. Die zorgt ervoor dat die leaky gut ontstaat en dat er dus meer allergieën zijn. Aan de andere kant wat je zegt, oergranen. Tarwe wordt nu gekweekt voor het gemak eigenlijk van de boer en de bakker. En omdat wij het zo lekker vinden om zo heel knapperig broodje te eten. Maar niet omdat het zo gezond is voor ons. Ja. En dus we eten niet alleen de verkeerde granen, maar ook nog eens veel te veel. Als je kijkt naar een gemiddeld patroon, in ieder geval dan toch in Nederland, is 's ochtends een bord met Brinta. Dan om 10 uur eet je even een koekje. Dan een 12 uur 4 boterhammen. Dan om 4 uur heb je trek, eet je een beschuitje. Dan eet je 's avonds een bord met pasta. En bij de tv een toastje met kaas. Dat is 6 keer tarwe op een dag. Geen bevolkingsgroep ooit in de geschiedenis heeft zoveel tarwe gegeten. Plus alle andere rotzooi die we eten. En tel daarbij op dan dus dat die darmflora van moeder op kind niet zo optimaal meer is, dat stress een belangrijke rol speelt, dat we veel te schoon zijn. En wij hebben bijvoorbeeld nu, ben ik heel blij mee zelf, een nieuw merk schoonmaakmiddel uit België, Yoku heet dat, en dat is met levende bacteriën, dus eigenlijk een soort probiotica voor je huis, omdat zij ook zeggen, vroeger in het bos hadden we contact met de bacteriën uit de omgeving, maar in ons huis, we maken gewoon te goed schoon. Zelfs met biologisch schoonmaakmiddel gaan de goede bacteriën ook dood. Dus zij brengen die weer terug opnieuw. Zodat we weer meer contact daarmee hebben. Dus
ik zie dat er wel zo heel langzamerhand begint er meer kennis te komen, meer begrip te komen van hoe dat werkt. Ja. En zie je ook bedrijven die... Hè, je hebt bijvoorbeeld ook een bedrijf als Sauerkraut. Dat zijn, zij maken verse zuurkool, omdat ja, niet iedereen kan dat zelf thuis. Dus dan kun je dat gewoon bestellen. Ja. Weet je, heel langzamerhand zie je dat er weer van dat soort producten op de markt gaan komen. En dan is het aan jou de keuze van, ik ga ze kopen. Maar ja, het is inderdaad het hele geheel. En dat maakt het soms ook heel lastig. Want wij willen altijd één wondermiddeltje wat het gaat oplossen. En dat is gewoon niet zo. Nee. En hoe heet het poetsproduct met de levende bacteriën? Yoku, dus YOKUU. Yoku. Hey. Ja, daar ga ik zeker een keer op zoeken. Ja. Om af te ronden. Hoe ziet een dag op jouw bord er door de week uit? Ik ben nu net zelf weer begonnen met intermittent vasten. Had ik een tijdje, ontbeet ik gewoon met ik heb dan hier in de buurt een rauwe melkboerderij met biologische, dus die hebben wel kwark. Dus dan, als ik ontbijt, dan is het meestal zoiets van die kwark met noten en wat dadels of dat soort dingen erbij. Ja. Ik probeer echt wel om het te houden bij 3 maaltijden maximaal. En dat wil niet zeggen dat het altijd lukt. Als ik ongesteld moet worden bijvoorbeeld, eet ik ook wel eens heel veel zin in brood en dat soort dingen. Maar ik eet in principe glutenvrij. En jouw lichaam, jouw darmen hebben heel veel baat bij rust. Dus als je eet, liever gewoon 2 of 3 grote maaltijden op een dag. En niet al die tussendoortjes. En als je een tussendoortje wil, een stuk chocola of iets dergelijks, dan het liefst bij je maaltijd. En niet tussendoor steeds. Dus ik probeer daar wel zoveel mogelijk te beperken. En dus of ik ontbijt niet en dan eet ik pas om 12 uur. Dan eet ik vaak iets met groenten, een salade of een soep. En dan wel echt een salade is niet sla met komkommer en tomaten. Is wel echt een goed gevulde salade. Ja. Of eieren bijvoorbeeld. Ik vind de lunch zelf altijd het lastigst hoor. Van wat ga ik nou even snel tussendoor eten. Maar of een restje van het avondeten. Ja. Maar met het avondeten ook wel echt veel groenten. Met een beetje biologisch vlees vaak erbij. Ja. Ja. En ik neem ook een hele rijtje aan supplementen. Dat verandert dan elke keer weer. De ene keer doe ik wel vitamine C, de andere keer juist niet. Of nou zo. Ja, dat is eigenlijk hoe mijn maaltijden eruit zien. Maar omdat het eigenlijk gewoon standaard best heel gezond is met heel veel groenten. Ja. Bak in roomboter of in kokosolie. Ik doe vaak olijfolie nog eroverheen. Ja. En omdat dat eigenlijk gewoon heel gezond is, vind ik het ook niet zo'n ramp als ik dan een keer wel denk van, ik ga nu een ijsje eten of weet je. Ja, tuurlijk. Ik ben nooit zo bang voor. Maar ook weer die 80-20 van als je 80% van de tijd echt heel gezond en vers kookt. Mij wil het wel eens omflippen, hè? Want ik heb ook wel eens periodes van veel stress of dat ik verdrietig ben. En dan merk ik ook wel van, ik ga nu toch wel heel veel in die 20% proppen die ongezond. Dus dan echt elke dag toch iets lekkers of weet je, lekkers mag het altijd zijn, maar iets met suiker of zo erin. Ja. Dan ben ik nu ook weer even aan het intermittent vasten, omdat ik dacht van, ik begin nog echt alweer last te krijgen van mijn darmen. Het voelt onrustig, opgeblazen. Nee, ik ga nu echt weer even de rust erin terugbrengen. Mm-hmm. En zorgen dat ik weer de basis weer even gewoon helemaal strak doe zoals ik wil. Ja. En als het een paar weken goed gaat, dan kan ik wel weer een beetje de teugels laten vieren. Ja. Dat vind ik heel mooi dat je dit ook deelt. Want ik denk er helemaal hetzelfde over. Ik denk dat mensen kijken vaak naar ons, denk ik. Van, die hebben alles op een rijtje en die doen het altijd perfect. Terwijl het leven is echt die eb en vloed. En meegaan met de cycli in je leven, ook afhankelijk van wat dat er, stress, emotioneel, zich allemaal afspeelt. En dat wij ook gewoon mensen zijn waarbij dat we ook niet altijd perfect gezond eten, maar dat het gewoon kwestie is van steeds terug te gaan naar die basis en daar weer die discipline voor te vinden om gezond te koken en te doen wat er voor jou het beste voelt. En is dat dan eens een periode waar je minder gezond eet, omwille van welke reden dan ook? Van, wees dan niet wanhopig van, het is nu toch allemaal om zeep. Maar eerder van te beseffen van, misschien dat mijn lichaam of mijn geest dat toen nodig. En nu ga ik weer terug naar die gezondere basis. Ja, dat en discipline. Weet je, het is ook op een gegeven moment is je standaard gewoon hoger. Ja, ik zou niet meer terug kunnen naar pasta en pizza. En dat zou ik echt niet leuk meer vinden. En bijvoorbeeld met die gluten. Ik heb best wel veel. Ik eet glutenvrij, dat kan er niet zo goed tegen. Maar er gebeurt eigenlijk niet echt iets heel ergs. Ik krijg
wat opgeblazen buik en wat verstopping. Ja. Als ja. Maar ik heb het er steeds minder vaak voor over. Weet je, soms dan denk je, oh, maar ik wil nu heel graag deze worteltjestaart eten en dan doe je het. Maar er is steeds minder vaak dat ik denk van, ah, de afweging. Ja, ja, precies. Je standaard verandert gewoon. Als je merkt van, hey, ik kan een rustige buik of meer energie hebben. Als ik het zo en zo doe, ja, op een dag is het niet meer waard om het anders te gaan doen, denk ik. Nee, zo denk ik er ook precies over. En ik hoor je ook zeggen van, het is best om je darmen genoeg rust te geven, dus om niet constant aan het eten te zijn. Is dat puur omdat ze dan ook meer kunnen schoonmaken in de darmen? Ja. Ja, dus veel mensen, dat rommelen, als je buik gaat rommelen, zeg maar, allemaal gaat borrelen, dan denken veel mensen ook, ik heb honger. Eigenlijk is dat, het heet het motorisch motorcomplex, of het migrerend motorcomplex, betekent dat jouw darm zichzelf schoonspoelt. En dat betekent dat restjes voeding en bacteriën die daar niet horen, die verdwijnen allemaal uit die dunne darm, zeg maar. En dat is heel belangrijk, want als dat niet gebeurt, dan kun je bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel krijgen. Of wisselende ontlasting, met dunne ontlasting. Maar dat stopt zodra je iets gaat eten. Dus nu hier bij ons in Nederland, het voedingscentrum zegt 3 maaltijden en 3 tussendoortjes. Nou, dan krijg je nooit dat migrerend motorcomplex. Dat komt pas als je maag leeg is en dan zo na 1,5, 2 uur, 2,5 uur. Hè, soms wel 4 uur nadat je hebt gegeten, dan komt het pas op gang. Dus als jij iedere 2 uur iets eet, dan komt dat nooit op gang. En dan spoelt je darm zichzelf dus niet schoon. En uiteindelijk kan dat echt darmklachten geven. Ja. Ja, dus eigenlijk gaat het erom, of je nu intermittent fasting toepast of niet, neem zo weinig mogelijk tussendoortjes, focus meer op grotere maaltijden ineens. Niet alleen voor die poetsploeg die dan eigenlijk in gang schiet, maar wat ik zelf ook merk is, als mijn maaltijden groter zijn ineens en dan langer daartussen vasten, dat ook wel die darmbeweging gaat stimuleren, waardoor je ook gemakkelijker naar het toilet kan. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want dat is eigenlijk waar je lichaam voor gebouwd is. Fasting en feasting. Er was natuurlijk in de oertijd zeg maar heel lang geen voedsel en dan ineens heel veel. Ja. Hè, dus dat is eigenlijk waar ons lichaam nog steeds het beste op doet. Alleen ja, ons leven ziet er anders uit. Maar daar is het wel, ja. En het is dan de truc om als je 2 maaltijden eet per dag, om daar binnen ook wel zoveel mogelijk echt, daar moet je alles mee doen. Hè? Dus dan betekent ook, je hebt geen ruimte voor brood en croissantjes. Dan is het echt gewoon groenten en bonen. En het eerste wat je in je mond stopt moet gezond zijn. Ja. Niet dat je ontbijt overslaat en dan 10 uur toch maar voor de koekjespot van de secretaresse duikt, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk is het voor je bloedsuikerspiegel ook veel rustiger. En ik merk ook dat ik minder bezig ben met eten. Ja. Als ik niet eet 's ochtends en ik ben gewoon lekker aan het werk. En dan op een gegeven moment, en terwijl voorheen, als ik niet lekker erin zit, dan ga ik 's ochtends ontbijten en ik sta vroeg op. Dus dan eet ik om 7 uur of zo, heb ik honger, dan ga ik ontbijten. Dan om 11 uur heb ik eigenlijk alweer honger. Ja. En zo, ook kan je heel gezond eten, maar dan nog, weet je. Dus, ja, dus uiteindelijk is het, maar het is niet voor iedereen. Hè? Ik bedoel, intermittent fasting kan ook, als je heel erg al in stress zit. Het is een stresssituatie in feite voor het lichaam. Kan gezond zijn, voor even. Maar als je al heel veel stress hebt, is het niet handig om dan nog die extra, of als je zwanger bent, of als je problemen hebt. Er zijn situaties waarbij je echt wel iets meer moet eten nog, zeg maar. Ja. En misschien een kleine vraag nog daarbij. Ik hoor ook vaak van mensen die intermittent fasting toepassen, vooral vrouwen, als ze te lang wachten met eten, dat ze een opgeblazen buik krijgen. Weet je, heb je daar al gehoord over een mogelijke oorzaak? Is dat een disbalans? Nee, dat is niet zo heel goed. Ja, nee. Ja. Nee, dus zou ik eigenlijk niet zo heel goed weten wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn. Het kan zijn, maar dan heb je wel echt over heel lang vasten. Ja. Dat, zeg maar, er helemaal geen suikers meer te verteren zijn, ook voor je darmflora niet. En dat dan een candida die gaat in een soort van doodstrijd nog dan heel veel gassen en dat soort dingen aan. Ja, oké. Maar er is, dan hebben we het wel echt over meerdere dagen vasten. Dus dat komt inderdaad niet zo vaak voor, hè? Nee. Waren er dingen in jouw kindertijd die je echt niet lustte? Ik was niet zo dol, ben nog steeds niet zo heel dol op vissige vis. Dus alles wat echt naar vis smaakt, dat was niet zo mijn voorkeur. En dingen als olijven en zo, die dingen die je eigenlijk soort moet leren eten, weet je. Maar ik was niet een hele moeilijke eter hoor, als kind. Nee. Okay. Jij? Alles van koolsoorten vond ik heel moeilijk. Zeker spruitjes, ik kreeg dat gewoon niet binnen. en ik ben eigenlijk nooit echt een grote vleeseter geweest. Dus ja,
Maar verder was ik ook niet zo'n moeilijke eter, denk ik. Dus ja, ik denk dat ook wel toont, want nu ben ik bijvoorbeeld verzot op spruitjes, hoe dat onze smaakpapillen ook ja, het verandert. Ja. Hoe je het klaarmaakt, daar zijn gewoon 400 gram tot snot gekookte spruitjes. Dat vindt echt niemand. Ja, als je het roerbakt in de oven, dat is al een heel ander verhaal. Ja, precies, dat is waar. Ja. Wat was jouw lievelingskost als kind? Oh. Ja, ik denk wel toch gewoon kip dat een appelmoes. Ja. Maar ik had ook wel groente en ik kon er altijd wel heel erg genieten van. Als we dan, mijn moeder die kookte wel altijd vers. En ik zie dat ook wel terug, zeg maar. Mensen zeggen soms, ik maak me zorgen over mijn kinderen, want ze eten niet goed. Of ik heb zelf kinderen van 19 en 14. Ja, die hebben niet altijd zin. Of die hebben zelf eigen autonomie en eigen geld. Dus die gaan zelf naar de snackbar en zelf. Maar dan denk ik, ja, zo was ik als kind ook, of als puber. Mm-hmm. Maar omdat ik die eerste 10, 15 jaar wel gewoon gezond eten heb meegekregen van mijn moeder, dat is waar je naar terug gaat. Weet je, denk ik, je hebt altijd wel een periode dat je dan even uit de band springt en heel veel suiker en rotzooi eet. Maar op een gegeven moment, zelfs mijn dochter van 19, die altijd best wel koppig is geweest in, ze vond het allemaal stom wat ik deed en wat ik zei was sowieso niet waar en wat een onzin. Zelfs die komt nu terug met, misschien ga ik toch wel weer eens een tijdje glutenvrij eten, want dat was toch echt wel fijner. Dus ik geloof heel erg in, als je het gewoon het juiste voorbeeld geeft, dat dan uiteindelijk die kinderen ook wel, weet je. En inderdaad ook voor kinderen is het heel fijn, voor kleine kinderen, om bijvoorbeeld overdag al wat groen, de belangrijkste maaltijd, zeg maar, overdag te gaan geven. Ja. En dingen als een monkey platter, waarop je gewoon groenten en dat soort dingen legt, die ze zelf kunnen pakken. Want 's avonds zijn ze vaak te moe, weet je. Dus als ze dan, en ook vaak heel overprikkeld. Dus dat is gewoon niet het moment om dan nog, en dan zit jij ook nog met je stress van, er moeten wel groenten in, want anders dan heb je die vitamines niet. Ja, dus lekker overdag. En als ze dan 's avonds gewoon 2 happen eten en genoeg hebben, dan is het ook oké. Ja. Nou, dat is een goede tip die ik eigenlijk nog nooit eerder had gehoord. Kinderen worden inderdaad moeer 's avonds, dus probeer dan het moment van de groenten, als dat nog moeilijk is, eerder overdag te... Ja, of andere vorm in soepje of verstopt in pasta saus. Maar in ieder geval zorg dat ze overdag al echt hun hoofdmaaltijd hebben binnengekregen. Want dan hoef je ook niet te stressen over als het 's avonds niet lukt. En als ze dan nog wel wat eten is, mooi meegenomen. Weet je. Ja, zeker en vast. Ja. Misschien nog een laatste vraag. Als jij buiten huis eet of op reis gaat, zijn er bepaalde comfortfoods waar jij enorm verzot op bent? Of dat je merkt van, dat ga ik eerder kiezen op restaurant? Of loopt dat eigenlijk redelijk gelijk met hoe dat je zelf ook kookt en hoe dat je gezond eet doorheen de week? Ik hou heel erg van avontuurlijk eten. Dus als er iets te krijgen is wat ik normaal niet ken of dat ik nooit eet, dan ga ik dat per definitie bestellen. Okay. Dus, de laatste keer, een paar weken terug, was ik op La Palma. Ja, dan staan er slakken op het menu. Dan wil ik dat eten. Dus ik word daar heel blij van. En als er bijzonder fruit is of alles wat ik niet ken, vind ik leuk. Yeah. Maar het is wel... ik vind het wel lastig. Ik probeer altijd een Airbnb te pakken waar ik ook zelf, dat ik zelf kan koken een gedeelte van de tijd. Omdat... op restaurant, en heel veel mensen zeggen, krijg je zo'n verstopping op vakantie. Maar moet je kijken, op restaurant is het eigenlijk altijd vlees met wat patat en een klein salade erbij voor de garnituur. Yeah. Maar niet zoveel groente als dat je thuis eet. En zeker als je dan bijvoorbeeld richting Frankrijk of zo gaat, heel veel witbrood, stokbrood. Weet je, dat is natuurlijk niet zoals je thuis eet. Dus ik probeer het wel zoveel mogelijk toch, ook in ieder geval die groente dan zelf maar te koken. Ja. Bij het ontbijt toen op La Palma, daar hadden ze fantastische avocado's. En dan gingen we altijd worstjes halen bij de supermarkt. En dan avocado's erbij en een eitje erbij en paprika erbij. En noten en zaden, chia zaden. Chia zaden, heel fijne bulk vezel, zeg maar. Ja. Die kunnen helpen om toch iets meer vezels binnen te krijgen. Ook al heb je niet altijd genoeg groenten. Ja. Dus ik neem een paar dingen mee. Ik ben ook wel een beetje een heimwee. Kipje. Dus als ik dan zo op vakantie ben en ik denk van, ik wil toch mijn eigen keuken. Dan ga ik gewoon kruiden kopen bij de supermarkt en dan eens kijken of ik zelf kan koken. Ja. Ja. En echt die groente is gewoon het belangrijkste onderweg. En water drinken, dat je altijd flessen water bij je hebt. Ja. Ja. En chiazaad, chiapudding of vloozaad, psyllium husk, helpt ook wel enorm. Ja. Hè? Als je bijvoorbeeld op reis gaat en je merkt van, het loopt wat moeilijker.
Ja. En dat omdat het niet altijd even makkelijk is om dan echt genoeg groente te eten, dan zullen dingen helpen om het een beetje soepel te houden. Ja. Oké, ik denk dat dit al een aflevering was. Boordevol tips. We hebben heel veel aan bod laten komen. Dank je wel om je kennis te delen, om alle tips te geven. En ik hoop dat elke luisteraar hier een beetje zijn eigen ding uithaalt. En is er nog iets waar je aan denkt van, ja, dat wou ik nog zeggen? Of waar kunnen mensen jou vinden? Website, social media? Ja, mensen kunnen mij vinden op mijn eigen website groenevrouw.nl. Daar staan meer dan 500 blogs online. Dus daar staat nog zoveel informatie over darmflora, voeding, gezondheid. Dus die kun je allemaal gewoon daar opzoeken. En ja, ik ben nu het meest eigenlijk te vinden op Instagram. Dus de Groene Vrouw is mijn Instagram handle. Ik zit ook op Facebook, maar ik moet zeggen, ik vind Facebook is een beetje een zeurmedium geworden. Als ik mijn hand laat zeuren, terwijl ik denk, nou, op Instagram is iedereen blij dat ik hetzelfde zeg, weet je. Ja. Dus de meeste informatie wordt op dit moment op Instagram gedeeld. Okay. Elke woensdagochtend, tenminste zoveel mogelijk, op woensdagochtend om 9:00 heb ik een Insta Live kenniskwartier. Dus dan ga ik één onderwerp uitdiepen, die kun je ook terugkijken. En verder gewoon de posts en de stories. En, Oké. Okay. Super interessant. Ik voeg alle links sowieso ook hieronder bij de blog toe. Ja, en voor wie durft heb ik het boek, hè? Maar ja, dat heet De Poepdokter. Dus voor jullie, niet voor iedereen is dat leuk om dat in de kast te hebben staan. Maar, ik denk dat heel veel Vlamingen zullen geïntrigeerd zijn om een kijkje te nemen. Ik heb het wel eens een keer terug gehad van iemand, het is er echt over, hè? Het kan niet. Maar we hebben nog even gedacht, maar Vlaanderen is gewoon te klein om daar een heel nieuwe titel zeg maar, voor uit te maken. Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen het wel snapt waar we naar verwijzen. Ja, een Hollandse versie is. Heel erg bedankt nog eens voor je tijd. En ik ben benieuwd naar alle reacties. Ik verwijs sowieso ook naar jullie door. En wie weet komt er ooit een vervolg, een tweede versie. Maar ik denk dat deze al boordevol tips zit. Dus dank je wel hiervoor. Dankjewel, graag gedaan en fijne dag. Ja, hetzelfde. En dankjewel ook voor iedereen die luistert of meekijkt. Ik ben heel benieuwd ook naar jullie feedback. Wat je interessant vond, waar je misschien nog meer vragen naar hebt. Dus stuur zeker een berichtje, laat een comment na. En nogmaals, bedankt ook weer voor het luisteren of het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.